Goedemorgen, ik ben Mieke Horst. 74 jaar ben ik en ik heb een groot deel van mijn leven in het onderwijs gewerkt. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd en heb daarna een eigen praktijk gehad. Met name gericht op onderwijs, ook op hoogbegaafdheidsonderwijs. Ik ben daar zeker 40 jaar mee bezig geweest en ik heb gemerkt dat al die tijd het onderwijs heeft ontkend dat er hoogbegaafdheid bestaat. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. In mijn eigen gezin, zoon, dochter en nu ook kleinzoon, heb ik gemerkt dat zij geen leuke tijd hebben op school gehad. En dan druk ik mij heel voorzichtig uit, ze hebben eigenlijk een hele slechte tijd gehad. Ze zijn nooit onderkend dat ze hoogbegaafd waren, hebben daardoor nooit aansluiting gehad op school, hebben veel dingen geleerd omdat mijn man en ik ze hebben begeleid, maar niet omdat de school aansloot. Ze zijn daardoor ongelukkig geworden, tot hoge mate ongelukkig. Het heeft veel leed veroorzaakt en dat is nooit in alle gevallen helemaal overgegaan. Er gaat nu weer veel geld naar het onderwijs. En daar maak ik me zorgen om. Wat gaat er met het geld gebeuren? Ik stel voor, investeer in goed en gedegen onderwijs aan PABO-studenten. Zodat zij in staat zijn leerlingen te begeleiden op zijn of haar eigen niveau. Niet zoals nu gebeurt. Zet je digibord aan en draai je les af. Nee, je moet investeren in iedere leerling. Gericht op zijn of haar niveau. En, wat echt van belang is, zorg dat je van kinderen houdt en van je vak. Zodat je het over kan brengen. En dat we een gelukkige, toekomstige generatie krijgen. Ik ben Marije Miltenburg, 46 jaar, moeder van een hoogbegaafde zoon. En tevens werk ik veel met hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Ik zelf heb op een middelbare school gezeten en een basisschool gezeten. Allebei Montessori onderwijs. En ik heb mij vooral op de basisschool erg onbegrepen gevoelen. Heel erg alleen. Legde eigenlijk steeds de link naar mezelf dat ik iets niet begreep, dat ik dom was. Dat ik om me heen zag dat heel veel kinderen het allemaal wel begrepen. En dat ik heel vaak dacht, maar waarom leer ik dit eigenlijk? Hoezo moet ik leren wat 1 vierde plus 1 derde is? Of waarom schrijf je sloffen met dubbel F en niet met 1 F? Waarom schrijf je mama met 1 A op het einde in plaats van 2 A's? Want je hoort er toch 2? Ik heb heel lang mezelf daar onbegrepen in gevoeld. En dom. En gedacht dat ik de enige was die het niet begreep. Maar ik miste de context. Ik miste het grotere waarom. Waarom leer ik dit eigenlijk? Wat is de bedoeling ervan? En hoe ziet dat eruit met de rest van wat ik allemaal te leren heb? Achteraf, nu ik zelf een zoon heb die vast is gelopen binnen het basisonderwijs, beginnen bij mij de kwartjes te vallen. Dat bij mij ook het geval is geweest. Ik zie mijn zoon dezelfde worsteling hebben met taal die ik ook heb gehad. En dat maakt dat ik langzaam begin te begrijpen wat er bij mij op de basisschool niet goed is gegaan en waar ik mezelf zo ellendig door heb gevoeld. Er was geen uitleg, er was geen context, het grotere geheel ontbrak. Het was niet duidelijk waarom je iets leerde. Het was eigenlijk een heel erg ingewikkelde tijd voor mij. Waar ik wel heel erg van opfleurde waren de opvoeringen elke week, de weeksluiting. Dan stond ik weer met een liedje te dansen, te zingen of iets anders te doen, iets creatiefs. En dat vond ik heel leuk. In de loop der jaren ben ik die creativiteit heel erg kwijtgeraakt door het gebrek aan zelfvertrouwen. Ik ging steeds meer aan mezelf twijfelen, durfde veel minder. En dat zelfvertrouwen, zelfs nu ik 46 jaar ben, heb ik nog steeds last van een gebrek aan zelfvertrouwen. Gelukkig is het al veel meer dan dat het vroeger was. Niet het gebrek, maar het hebben van zelfvertrouwen. Maar helaas heeft het me wel heel veel gekost. Al die jaren, ik ben 46 jaar, al die jaren heb ik daarmee geworsteld. En ik zie dat ook in mijn praktijk met heel veel hoogbegaafde kinderen en ook de ouders die ik daarvan spreek, dat het eigenlijk een lijdensweg is die een leven lang kan duren als je je onbegrepen hebt gevoeld en ook onbegrepen bent geweest, dat niemand je gehoord heeft, niemand je gezien heeft. Dat dat een leven lang
mee kan spelen. En dat mensen er echt diep, diep en diep ongelukkig van kunnen worden. Met zelfs hele ernstige gevolgen. Tot zelfmoord aan toe. Ook kinderen die vastlopen, die heel erg ongelukkig worden. Die een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Zich dom voelen, niet meer durven te leren, niet meer te durven laten zien wat ze kunnen. Vaak ook omdat de leerkracht hen niet begrijpt. Die zegt, ja, maar dit is toch gewoon wat je moet leren, dus leer het maar gewoon. Terwijl het kind de context mist en daardoor niet snapt waarom het geleerd moet worden en ook niet begrijpt wat er nu te leren valt. Want ja, heel veel dingen zijn ook gewoon helemaal niet interessant om te leren. Of kun je misschien wel, maar ja, waarom zou je daar moeite en energie in steken? Want je begrijpt eigenlijk niet waarom je dat moet doen. Ik merk in mijn praktijk op veel scholen dat er meer werk wordt aangeboden. Vooral meer werk. Terwijl dat meer werk is al meer dan wat de kinderen doen. Vaak moeten ze eerst hun reguliere werk afmaken. Wat heel veel hoogbegaafde kinderen redelijk makkelijk afgaat. En daarna krijgen ze dan meer werk, moeilijker werk. Dus de kinderen krijgen meer werk. En soms is het verdiepend, soms is het verrijkend, maar veel is het gewoon meer. En dat is helemaal niet waar de kinderen op zitten te wachten. Heel veel hoogbegaafde kinderen zeggen ook, en zeker ook ouders of andere hoogbegaafde volwassenen die ik spreek, die zeggen, ja, ik deed juist niet mijn best, omdat ik dan meer werk kreeg. En dat was een soort van straf. Ik had helemaal geen zin in meer werk. Ik wilde ander werk. En vooral dat andere, wat meer aansluit bij de belevingswereld van hoogbegaafde kinderen, dat andere werk is zo ontzettend belangrijk. Inzet op creativiteit, op bewegen, op bewegend leren is zo belangrijk voor deze kinderen. En het niet aansluiten van het onderwijs. Ik kan werkelijk als moeder, maar ook als professional op dit vakgebied niet begrijpen dat het zo lang moet duren voordat het kwartje valt in onderwijsland, in overheidsland, dat het niet aansluiten van onderwijs is levensbepalend. En het is onbegrijpelijk dat het tot op de dag van vandaag, en mijn moeder is orthopedagoog geweest, nu met pensioen, 40 jaar geleden was zij hier ook al mee bezig. En zij zegt ook, tot op de dag van vandaag is er niks veranderd. Echt helemaal niks. Tuurlijk, er gebeurt links en rechts wel wat. Maar het is niet blijvend. Het beklijft niet. Het is niet landelijk dekkend. En op heel veel plekken wordt er onderwijs aangeboden waarvan men zegt dat het hoogbegaafd onderwijs is, maar dat het dat helemaal niet is. En vooral dat is heel erg schadelijk voor kinderen. Mijn zoon heeft op een school gezeten die claimde hoogbegaafd onderwijs te geven. Nou, het was eigenlijk gewoon onderwijs met een sausje eroverheen. Dat noemen we HB. Mijn zoon is daar zo ernstig beschadigd, omdat elke keer er werd gezegd, ja, maar dit is hoogbegaafd onderwijs. Als jij het niet kan, als jij het niet begrijpt, dan ligt het aan jou. Mijn zoon is daar zo ernstig door beschadigd dat het onderwijs dat bij hem zou moeten passen, zelfs niet paste. Ja, wie ben jij dan? Wat blijft er dan van je over? Mijn zoon heeft een posttraumatische stressstoornis overgehouden aan deze schoolcarrière. Ik lach erbij, maar het is eigenlijk heel erg om te huilen. Ja, scholen die claimen dat ze zeggen dat ze denken wat ze doen, terwijl ze helemaal niet weten wat ze doen, is zo ernstig beschadigend voor deze kinderen. Dus alsjeblieft, overheid en onderwijsland, ga investeren in hoogbegaafdheid. Snap waar je het over hebt en zorg dat je weet dat wat je aanbiedt, dat klopt en dat het passend is. En dan, zelfs dan nog, is het maatwerk, want elk hoogbegaafd kind is anders. En er zijn er natuurlijk niet zo heel veel, want 2,5% van de bevolking is hoogbegaafd. Dus je zult er niet altijd 15 in je klas hebben. En toch is het voor deze kinderen essentieel van levensbelang dat het onderwijs aansluit. Onderwijs is een fulltime baan. Kinderen zitten bijna net zo lang als dat wij bij onze baas zitten om een fulltime contract uit te zitten. Wou ik zeggen, maar dat klinkt een beetje onaardig. Kinderen zitten fulltime op school. De langste tijd van hun leven zitten ze op school. Dat moet gewoon passend zijn. Het is levensondermijnend als het niet passend is. Dus alsjeblieft, overheid, onderwijs, ga investeren in je eigen kennis, in je eigen kunnen. En als je het niet weet, is het niet erg, maar zeg dat alsjeblieft en zoek hulp. Ga niet zitten ploeteren, ga niet beweren dat je het allemaal weet. Zoek hulp. Het is zo belangrijk dat er goed onderwijs komt voor hoogbegaafde kinderen. Mijn zoon, ik zei het net al, heeft een jaar thuis gezeten. Hij is met een posttraumatische stressstoornis thuis komen te zitten. Wij hebben hem thuis gehouden nadat bleek dat
het gewoon echt zo ontzettend niet goed ging op school. Hij huilend en helemaal overstuur naar school werd gebracht. Dat mijn man en ik tegen elkaar zeiden, dit doen we nooit meer. Vanaf dat moment hebben we hem thuis gehouden. En hebben we hem eerst gewoon laten bijkomen. Dat heeft een jaar geduurd om uit te deuken. Om zichzelf een beetje terug te vinden. Daar hebben we uiteraard begeleiding bij gehad. Een kind van 7, 8 jaar met een posttraumatische stressstoornis. Dat is echt ongekend. Gelukkig gaat het nu veel beter met hem. Maar hij werd vooral op zijn vorige school gestuurd op gedrag. Alles kwam door hemzelf. Het lag allemaal aan hem. Ze keken alleen maar naar gedrag en niet naar de oorzaak van zijn gedrag. En dat zie ik op heel veel scholen gebeuren. Laat eerst maar zien dat je het kan. En dan gaan we je moeilijke werk geven of dan gaan we je programma aanpassen. Maar het gedrag komt vaak voort uit dat het programma niet past. En een kind kan zich op een aantal manieren uiten. En sommige kinderen trekken zich terug, krijgen bijvoorbeeld buikpijn, worden ziek. Andere kinderen gaan juist externaliseren. Dus die gaan heel erg vervelend gedrag vertonen. En dat wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Waardoor het kind alleen nog maar verder van huis komt. Op het moment dat een leerkracht denkt, oké, ik ga eens rustig met het kind zitten. En kijken wat er nu precies aan de hand is. Dat zou al zoveel schelen. Gedrag is een uiting van ongenoegen. Wat erachter zit, wat niet goed gaat. Mijn zoon heeft een ernstige vorm van verlies van zelfvertrouwen gehad. Het heeft lang geduurd voordat het weer beter met hem gaat. We hebben ruim de tijd genomen om met hem te gaan zoeken naar een andere school. En die hebben we godzijdank nu gevonden. En hij zit nu een jaar weer op een nieuwe school. Nou, het is natuurlijk een heel gek jaar geweest met corona. Veel thuis. Maar er was in ieder geval wel begeleiding vanuit school met onderwijs. Ja, en het verschil tussen mijn zoon een jaar geleden en mijn zoon nu is zo ontzettend groot. Hij heeft weer zelfvertrouwen, hij is gelukkig, hij danst, hij zingt, hij praat, hij filosofeert. Ik heb mijn zoon weer terug. En we zijn er echt nog niet helemaal. De posttraumatische stressstoornis is nog steeds aanwezig. Maar hij is al zoveel meer zichzelf dan dat hij heel lang is geweest. En ja, als ouder is dat het enige wat je wil natuurlijk. Dat je kinderen gelukkig zijn en zichzelf durven te zijn. En dat is ook wat ik van harte hoop. Dat er beleid komt vanaf overheidswegen. Dat het nu afgelopen is met de vrijblijvendheid. Er moet gewoon echt goed hoogbegaafdheidsonderwijs komen. Geen vrijblijvendheid meer voor samenwerkingsverbanden, scholen, besturen om het zelf in te richten. Nee, er moet nu wat gebeuren. En de enige manier om wat te bereiken is als er vanuit de overheid wordt nagedacht over de inrichting daarvan. Er gaat nu weer zo ontzettend veel geld naar... Nee, dat wil ik helemaal niet vertellen. Ik ga even kijken of ik nog iets vergeten ben. Mijn oproep aan de overheid is... Maak beleid op overheidsniveau wat geldt voor het hele land, waarbij de vrijblijvendheid eraf gaat of een kind dat hoogbegaafd is nou wel of niet onderwijs krijgt dat aansluit. Het enige wat deze kinderen willen is onderwijs dat aansluit met de manier waarop zij denken, waarop zij de wereld beleven en wie ze zijn. Dat gun je ieder kind en dat gun je ook deze kinderen. Hoe heet je? Ik heet Tibbe. En hoe oud ben je? Ik ben 9. Op wat voor soort school zit jij? Een school met hoogbegaafdheidsklassen en gewoon normale klassen. Oké. En heb je het naar je zin op school? Heel erg. Oké. Wil je wat vertellen over het onderwijs op je vorige school? Hoe ging het daar met jou? Niet zo goed. Het ging niet zo goed op school. En wat was er dan aan de hand? Ze gaven gewoon niet zo goed hoogbegaafdheidsonderwijs en dat vond ik gewoon niet zo fijn. Oké. En wat deden ze dan wat niet zo fijn was? Ze gaven gewoon werk wat eigenlijk voor de normale kinderen gewoon een goed niveau is. Maar hoogbegaafden gaan anders denken en daardoor is het veel moeilijker. Oké. Hey, en was je blij op je vorige school? Een beetje. Ik had natuurlijk wat vrienden. Oké. En dat was wel leuk. Oké.
En waren er ook momenten dat je verdrietig was? Ja. Oké, okay, en waar werd je vooral verdrietig van? En niet bij horen. Je had het gevoel dat je er niet bij hoorde? Ja. Oké. Okay. En weet je, wat weet je, hoe voelde je je daarbij? Niet fijn. Nee. Hé, hey, en hoeveel scholen heb je opgezeten? 4. Ik zit nu op mijn 4e school. Oké, okay. En is het fijn om steeds zo te wisselen van school? Niet echt, want je raakt ook vriendjes kwijt. Oké. Okay. Gelukkig van mijn vorige school heb ik nog 2 vriendjes in de buurt wonen. Daar speel ik nog wel vaak mee. Oké. Okay. En is het leuk om te wisselen van school en steeds weer nieuwe vriendjes te maken? Aan de ene kant wel, omdat je nieuwe mensen leert kennen. Maar het is niet leuk, omdat je ook dan weer heel veel vriendjes kwijtraakt. Ja. Hé, hey, en heb je altijd op school gezeten? Of heb je ook thuis gezeten? Ik heb 1 jaar thuis gezeten, van groep 4 naar 5. Oké. Okay. Thuis gezeten. En hoe was dat om thuis te zitten? Wel leuk, want je kon een beetje met je familie zijn. Maar ook weer niet leuk. Oké, okay, en wat maakt... Omdat je je gewoon een beetje de hele dag moest vervelen. En het enige wat je een beetje kon doen, is een beetje op een schermpje. En dat is niet zo leuk als je dat een jaar achter elkaar moet doen. Hey, en je gaf aan dat het onderwijs op die school niet goed was. Want wat was er niet goed dan? Ze gaven gewoon normaal onderwijs en ze hadden eigenlijk geen aandacht voor hoogbegaafdheid. Ondanks dat ze wel hadden gezegd dat ze een hoogbegaafdheidsschool waren. Hmm. Wat vond je daarvan? Stom, omdat ze liegden. Oké. Okay. Maar ze dachten dat gewoon hoogbegaafdheid normaal onderwijs was. Maar dat het gewoon ietsjes anders was. Maar het is ook op de manier hoe je het uitlegt. Je krijgt wel eigenlijk een beetje hetzelfde werk. Maar op de manier hoe het uitgelegd wordt, is het hoogbegaafdheid. En ik vind bijvoorbeeld 100.000 keer 100.000 makkelijker dan 10 keer 10. Hey, en hoe gaat het nu op je nieuwe school? Heel erg goed. En wat gaat er dan zo goed? Het onderwijs. Omdat die gewoon goed onderwijs geven voor hoogbegaafden. Okay. En wat maakt het onderwijs goed? Dat vind ik een beetje lastig om te zeggen. Ja, veel aandacht krijg je daar. Oké. Okay. Hey, en als je naar terugkijkt, naar je hele schoolcarrière, naar al die jaren op school. Wat zou je dan tegen de politici willen zeggen? Wat zou je dan tegen Mark Rutte en Sigrid Kaag willen zeggen? Wat is er nu? Het moet gewoon echt anders. En hoezo dan? Omdat het gewoon niet fijn is voor hoogbegaafden. Oké. Okay. De meeste scholen. Hmm. En dan? Dus er moet gewoon echt verandering komen. Want anders? Gaan echt veel meer hoogbegaafden thuis zitten. En gaan ze gewoon zich echt niet goed in hun vel. Je weet wat ik bedoel. Dat ze dan niet goed in hun vel gaan zitten? Ja. Oh, en wat gebeurt er dan als ze niet goed in hun vel zitten? Worden ze wat meer chagrijnig. Ja. En dan worden ze gewoon minder blij. Minder blij. En een beetje verdrietig af en toe. Ja, je moet er bijna bij huilen als je het zegt. Ja. Zou je nog iets anders willen zeggen of heb je alles wel gezegd wat je wil zeggen? Ik denk dat ik alles wel heb gezegd. Oké. En anders doen we misschien nog tijdens het debat. Oké.